Goedendag iedereen, 23 mei 2020, momenteel 9 uur in de morgen hier aan het stationsplein van Hulst, Zeeland, Nederland. Dus terug de wekelijkse bezoekers tot de supermarkten hier zegt op de Albert Heijn. Dan aan de rechterkant de Aldi winkel. Dan ook nog even de andere kant. Hier de Jumbo winkel. Jysk is iets later open rond de middag. En hier links de Karwei. En terug de tweede parking met aansluitend dus shoppingcenter Stationsplein. Ja, het is het beeld dat we kennen van iedere week, de zaterdag. Het is ook een beetje wel duidelijk dat de mensen hun gewoonte hebben. Wat ik zeg, bepaalde dagen in de week heb je toch wel vaak ook heel druk hier in de morgens, om 8-9 uur. En dan ja, in het weekend, ik zeg opnieuw, gedagtoerisme. Die waarschijnlijk na een goede tweetal weken zal terugkomen. Dus het zal een volledig andere beeld zijn van deze locatie. Nog even aansluitend de Havenfort parking. Dus linkerkant verkoop van de broodjes. Dus de mobiele verkoop die er is iedere zaterdag. Dan hier ook dus de mobile homes aanwezig terug. Hier het verkoop dus van de broodjes. Zo, en dan ook aansluitend de Lidl. Dus momenteel ben ik hier aan de Van der Maalstedenweg. Zo'n 100-tal meter verder naar het Stationsplein. Ja, hier is het een redelijke kleine Lidl, dus vandaar ook dat je wel enige volk ziet. Er is ook wel dus een tiental wagens. Zo beste mensen, was even een kort overzicht nog van de commerciale supermarkten zaken hier op deze 23 mei 2020.